In de binnenstad van Paramaribo moeten er meer toiletten en pisbakken komen om het probleem van wildplassen te helpen oplossen. Marktmeester Gautam Danai van de Centrale Markt weet daar alles over en doet deze oproep in verband met Wereldtoilettendag vandaag 19 november. Deze dag is door de Verenigde Naties ingesteld met als doel het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen in sommige delen van de wereld en deze een halt toe te roepen. Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toilet. Op de Centrale Markt en de Vreedzaam Markt wordt het probleem van de toiletten met zorg aangepakt. Want straks ga je zien dat de hele stad gaat ruiken naar Almar Plas en dat is niet de bedoeling. We zaten ook in een meeting met de districtcommissaris om te kijken om zoveel mogelijk toiletten te plaatsen in de binnenstad. Om wildplassen te voorkomen. Maar het is nog niet een feit geworden, want we zitten met nog financiële problemen. Maar ik hoop dat de regering toch serieus aankijkt, net in het buitenland, dat er genoeg toiletten zijn in de binnenstad, waardoor mensen niet gaan wildplassen. Wildplassen wil zeggen, is onhygiënisch. Dus u heeft het dan over de openbare toiletten, die er vroeger waren? Klopt, er moeten meer openbare toiletten komen in de binnenstad. En vooral die pisbakken, er moeten genoeg pisbakken komen in de binnenstad, waardoor die heren ook, als er genoeg pisbakken zijn, dan gaan die mensen wel daar plassen. Maar als er weinig pisbakken zijn, bijna geen toiletten, dan gaan die mensen, dan gaan die heren ook weer plassen, vooral in de binnenstad. Je ziet het, van waar die heren vinden, daar gaan ze plassen. Slechte sanitaire voorzieningen kunnen leiden tot darminfecties. Danai weet dan ook als geen ander hoe belangrijk Wereldtoiletdag is. Toilet is heel belangrijk. Reden waarom? Omdat je wanneer je uit huis gaat, ergens gaat. Om inkopen te doen en te werken. En dat je gaat drinken, je gaat eten. Heb je een toilet nodig waar je moet gaan om te gaan, om te plassen of om af te gaan. Maar dat je netjes een hygiënisch toilet gaat vinden, dat is wel een vraag. Kijk, hier op de markt hebben we drie toiletten. Drie groepen toiletten. We hebben op de ringweg 2 en 1 boven. Nu zijn we op de bovenverdieping van de markt en we moesten hier een toilet zetten. Reden waarom? Omdat er ook zoveel marktventers hierboven zijn. En om de trap naar beneden te gaan, om naar het toilet te gaan, is een afstand. En u weet, om te klimmen en weer te zakken was een probleem. En we hebben ook hier mensen met onderliggende ziekten. Mensen met leeftijden ook hier op de markt. Dus we hebben zo gedacht om een toilet boven te zetten, zodat het makkelijk is voor die mensen om naar het toilet te gaan. Wereldwijd hebben 4,2 miljard mensen geen toegang tot veilige en schone sanitaire voorzieningen. Deze zijn noodzakelijk om onze gezondheid te beschermen en te behouden en de verspreiding van dodelijke infectieziekten zoals COVID-19, cholera en tyfus tegen te gaan, aldus de VN.